Klaas, jullie zijn vanmorgen om 10 uur begonnen met zwemmen. De estafette. Maar leg eens uit, want 10 uur zwemmen, 4 teams. Wij hebben met 4 teams vandaag 10 uur gezwommen. Dat wil zeggen blokken van 1,5 uur. Eerst hebben we een blok van 400 meters gezwommen. En daarna hebben we een estafette gezwommen van 8x50 schoolslag. Daarna hebben wij 1,5 uur 200 meters gezwommen. Met daarna een 8x50 vrij. Met een spelelement. Touwtrekken in het water. Ja, dat was geweldig. Je hebt nog nooit zoiets moois gezien, touwtrekken in het water. Maar het was heel mooi. En met die spelelementen konden ze extra bonusmeters verdienen. Om eventueel een verlies in de gewone meters goed te maken. Daarna hebben wij een blok gezwommen van 100 meter, ook over 1,5 uur. Met daarna weer een spelelement. En dat was waterpolo. Dat waterpolo hebben ze allemaal 2 keer gedaan. Gerolleerd, zodat ze tegen alle teams tegen elkaar gespeeld hebben. En ook daar konden de zwemmers weer bonusmeters mee verdienen. En toen zijn we overgegaan naar de 100 meters. Een blok van 5 kwartier met 100 meter. Ja, het is onvoorstelbaar. En toen was er nog een korte pauze. En daarna is er gezwommen met 50 meters. Nou, en die 50 meters, dat is morrend. Want je hebt geen tijd om uit te rusten. Je moet zo weer aan de bak als je met 10 zwemmers bent. 50 meter is zo voorbij. En dit is verdeeld over 10 uur vandaag. Vanaf nu is het 9 uur bijna. We zijn om 8 uur gestopt. De aantal meters wat ze in totaal gezwommen hebben. Nou, super. Ja, mooi. Ik doe ze het niet na. Nee, ja, ik ook niet. Maar doen jullie het elk jaar dit? Hoor? Nee, dit is de laatste keer gebeurd 10 jaar terug. Ook, ik denk, met het 40-jarig bestaan. En in het verleden werd er wel eens een nachtmarathon gezwommen. Maar dit is niet een jaarlijks terugkerend iets. De winnaar. 34.132 meter.